Een automobilist heeft zondagnacht voor een flinke ravage gezorgd aan de Maashaven Oostzijde in Rotterdam. De bestuurder ramde meerdere geparkeerde auto's en sloeg vervolgens zelf over de kop. De schade is groot. Twee auto's raakten een spiegel kwijt. Twee andere auto's en de auto van de veroorzaker moesten worden weggesleept. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. In het World Trade Center in Rotterdam zijn zondagavond Rob de Nijs en Anouk bekroond met de Edison Popprijs 2011. Voor beste mannelijke en vrouwelijke artiest. Raccoon ging er op het popgala met de prijs voor de beste groep vandoor. De publieksprijzen gingen naar Nick en Simon en Ilse de Lange. De Edison is een van de oudste muziekprijzen ter wereld en wordt sinds 3 jaar weer uitgereikt in Rotterdam. In de Eredivisie heeft Feyenoord een flinke tegenvaller moeten verwerken. De ploeg verloor in eigen stadion van ADO Den Haag. Excelsior deed het een stuk beter. In Enschede werd gelijk gespeeld tegen FC Twente. De twee Rotterdamse doelpunten werden gescoord door Darren Maatsen. Excelsior leek tegen Twente de eerste overwinning te gaan behalen, maar de Tukkers scoorden in blessuretijd toch nog de gelijkmaker. Vandaag zonnige periode met wat wolkenvelden. Het blijft droog, maar er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt 23 graden.